Go Ahead Eagles en MBV, twee ploegen die slecht staan in de Jupiler League. Go Ahead wacht al 9 wedstrijden op een zege. De laatste wedstrijd die Go Ahead wist te winnen was thuis op 27 oktober tegen Jong AZ. Dit is Beltrame terug in de basis bij Go Ahead. Die vindt Hendricks en binnen 20 seconden is het 1-0. De snelste goal dit seizoen in de Jupiler League voor Sam Hendricks. En de snelste sinds het seizoen 2008-2009. Hendricks staat helemaal vrij tussen 4 spelers notabene van MVV. En het is 1-0. Na een paar minuten spelen is het dan de kans voor MVV. Dit is Okita. Die mag ver komen. Geluk voor de Deventer ploeg. Thuiswedstrijd in Maastricht werd gewonnen door MVV met 4-3. Toen gaf Go Ahead Eagles een 3-1 voorsprong weg in de slotfase. Dit is een van de nieuwelingen dit seizoen bij Go Ahead. Neymane, de Engelsman, gehuurd van Manchester City. Overgoor zet goed druk. Strooien leidt balverlies. Overgoor vindt Hendricks. En Hendricks maakt dit beheerst af. Vlak voor rust de 2-0. Nummer 15 van het seizoen van Sam Hendricks. De goaltjes die van Go Ahead Eagles. Go Ahead dat voor de wedstrijd afscheid nam van de andere goaltjesdief, de kogel, die gaat richting Spanje. En dit is Overgoor in de tweede helft. Via het been van Beltrame valt deze goal binnen en dan is het 3-0. En dan lijkt Go Ahead Eagles weer eens te gaan winnen in de Jupiler League. Verrips krijgt de bal niet lekker weg. Overgoor ineens en Beltrame. En dan is het 3-0. En dan is de wedstrijd gelopen en in de slotfase doet MVV dan nog wat terug. Een van de betere spelers bij MVV. Hoebe met de 3-1. De fout van doelman Stevens. Maar Go Ahead wint weer eens. Na 9 wedstrijden niet te hebben gewonnen in de Jupiler League. Ja, goed. In kledingkamer roept iedereen scherp beginnen. En je voet er tegenaan zet. Ik dacht na 15 seconden een hoge bal. Hij valt in het midden en hij ligt binnen. 15 seconden, 1-0 achter. Ja, ik denk als we wat scherp voorin waren, dan hadden we misschien 2-3 goals kunnen maken in principe. Want hun waren achterin heel kwetsbaar. Ze gaven veel ruimte weg en ze waren slordig in de opbouw. En dat zijn die momenten waar wij op loeren. En ja, als je dat gewoon goed uitspeelt, weet je, ja, dan kan het een hele andere wedstrijd worden. En dan is het nog 15 seconden en dan nu een tegentreffer in die eerste helft, in de slotfase. Ja, klopt. Je krijgt hem eerst na 15 seconden denk ik binnen en dan de laatste 10 seconden van de eerste helft krijg je hem weer binnen. Ja, dat is gewoon zuur en dan ga je gewoon heel kut de kleedkamer binnen. Zo'n resultaat staat gelijk weer om naar de toeschouwers en dan weet je, dan kan het hier spoken, dat is geweldig. De tweede helft was niet van bijzonder niveau, vond ik. Nee, maar goed, je staat 2-0 voor. En voor ons was het heel belangrijk dat we wedstrijden gingen winnen, hè? Want de ploeg die zeg maar veel verliest en die onderaan op de ranglijst komt te staan, dan voel je ook wel dat er bij die jongens een bepaalde druk is van het zal toch niet gebeuren. Dus aan het ene moment begrijp ik dat wel, maar ik moet zeggen in de tweede helft hebben we ook wel een aantal mogelijkheden ook nog een keer gehad om de wedstrijd eerder te beslissen. Maar ja, al met al kunnen we heel tevreden zijn.